Dit is een scenario dat niemand had kunnen voorspellen aan het begin van de competitie. WHC en Dato in een beslissingswedstrijd voor promotie naar de topklasse. Dato werd gezien als outsider, maar heeft vriend en vijand doen verbazen door hier vandaag tegenover WHC te staan. Het was in deze competitie een tombola waarin vijf ploegen, ACV, Dato, ONS Snake, CSV Apeldoorn en WHC, na de winterstop de kans hadden op promotie naar de topklasse. WHC liet belangrijke punten liggen tegen Urk, VVOG en Oranje Nassau. Deze ploegen eindigden onderin de hoofdklasse C. Dato kende een slechte start, maar speelde daarna een constant seizoen. WHC had gezien het seizoen al lang kampioen kunnen zijn. Het beloofde in elk geval een boeiende en spannende confrontatie te worden tussen de twee beste ploegen uit de hoofdklasse C. Is drie keer scheefrecht en promoveert WHC naar de topklasse, of gaat Dato er alsnog met de promotie vandoor? Kijkt u naar de beelden vanaf de Boshoek in Hardenberg. Deze zijn van Albert Leuzink met het commentaar van Henk Lodewijk. Adverteren duur? Doe niet zo gek! Bij Local adverteert u voor de prijs van één krantenpagina een jaar lang. Een jaar lang? Kijk op www.localcourant.nl bij adverteren. Neem contact met ons op en wij regelen het voor u. Local, dat is goed bekeken. De Boshoek in Hardenberg was het toneel voor de beslissingswedstrijd tussen WHC en Dato. WHC begon zonder Bresser en zonder Kardag. En wat betreft Dato had toch wat namen op de bank zitten, zoals een Lambrik, een Cox, een Bruns en een Milanovic. Maar Anton Wennemers vertelde voor de wedstrijd dat zij nog niet al te fit waren. En hij zei gekscherend, hij zou ze bewaren tot en met de verlenging. WHC moest in de voorafgaande jaren HZVV en SVZW voor laten gaan richting de topklasse. En dit is eigenlijk de derde Overijsselse ploeg waar WHC tegen speelt. Of we dan bekijken dat WHC richting de topklasse zou kunnen gaan. Jasper van der Stouw weer achterin geposteerd. En natuurlijk bij de Dato dat dus Kevin Aman hier onder in beeld. Natuurlijk de man is die zal moeten scoren voor de mannen uit Frieseveen. Frieseveen zette direct druk, maar hier dan de overtreding van Kram op Jonas Stel. Dat is de eerste vrije trap, zo'n metertje of 18 van het doel van doelman Jarburg. Maar nee, het schot van Magmunov mist alle richting, alle kracht om de goalie van Dato moeilijk te gaan maken. Ook Assa, hij begon in de basis. Sonny Bos dan het 1-2'tje met Assa die de bal lijkt te verliezen aan Van Sta. Maar op inzet lijkt hij de bal terug te krijgen, maar dan overtreding. Vrije trap van Raymond de Vries. Daar zit het hoofd nog tussen van de speler van Dato. Dat is Van Staat. Dan mag Draganovic doorgaan. Althans, zo lijkt het. En dan wordt hier Magmurov geblokt voordat hij gevaarlijk kon gaan worden. WRC, het probeert natuurlijk de bakens te verzetten. Maar ook dit schot van Magmurov voorlangs. En ook hij niet in goed te doen. Huisman, druk in de weer. WRC lijkt in balbezit te blijven en ook dit schot van Magmunov. Ja, daar moet je toch heel wat rustiger mee omgaan als de bal wild een ram geven. De bal ingespeeld dan door Zomer. Ruimte is daar dan bij Koenraad, maar daar gaat de bal niet naartoe. De bal toch weer terug bij Zomer. Dit is een overtreding. Zomer gaat zichzelf bemoeien met de vrije trap. En hier heeft Dominique van Hof weer een prima redding in huis. En ramt deze bal tot corner. De verre inworpen dan van Huisman zouden zij gevaar kunnen stichten in het doelgebied. Maar de omhaal hier van Magmunov ook niet het gewenste resultaat. En over. Zo krijgt WHC de kansen. Heeft het betere spel. Maar kan het nog niet omzetten in doelpunten. En voor Dato moet je oppassen, want bij de corner of bij de counter kunnen ze er zeer snel uitkomen. Hier dan met Raymond de Vries. En ook dit schot geen kracht.
Jarbus zegt, ja, ze zullen er wel 10 hebben in deze wedstrijd. Assa dan met een vuurpijl. Opgevangen dan door Zomer. En zo blijft Deto in balbezit. Is er ruimte op de linkerkant. Dan de lange bal natuurlijk. Op Aman. Gaat op avontuur. Bal dan bij Roelofs. Die verliest daar wel de bal. En dan ja, een vrije trap. En zo komt het niet verder dan aan de rust. Dan 0 tegen 0. Adverteren duur? Doe niet zo gek! Bij Local adverteert u voor de prijs van 1 krantenpagina een jaar lang. Een jaar lang? Kijk op www.locourant.nl bij adverteren. Neem contact met ons op en wij regelen het voor u. Local, dat is goed bekeken. Begin dan van de tweede helft en nog steeds, of nog steeds, er staat nog gewoon 0-0. En er zal wat moeten gebeuren, tenminste wat betreft Deto. Want bij een gelijkspel wordt het verlenging. En na de verlenging nog 0-0, dan zou WHC pas door zijn. Maar wint Deto, gaat Deto door. En wint WHC, gaat WHC door. 3 scenario's dus. Jeroen Stel bleef achter in de kleedkamer, heeft last van hielspoor. En het is dan Herre Hubers die zijn vervanger is. Hier met William Potkamp dan in de hoek. Daar ook Assa zich mee gaat bemoeien en Van Sta de verdediger is. En deze bal van Jannebrug wordt weggetikt en dan heeft Bos de mogelijkheid. Ook hier dan met Raymond de Vries en dan komt Erik Wisse net te laat. En zo krijgt WRC toch een mogelijkheidje aan het begin van de tweede helft. Af en toe zocht WRC de lange bal. Hier dan met Magmunov en met William Potkamp. En dit, ja, zit Magmunov ook niet mee deze wedstrijd. Zijn 4e mogelijkheid. En hij heeft er nog geen 1 van gemaakt. Doelman was ook dichtbij hem, ook de verdediger. Assa drong zich veelvuldig op richting naar voren. En dit zou dan de 1-0 kunnen zijn. Maar ja, hier krijgt Magmunov ook de bal ongelukkig mee. En Assa, hij had er misschien meer uit kunnen halen met Jarlburg. We weten het, het is een hele goede doelman. Inmiddels zien we dan met nummer 10 dat Bruns in het veld is gekomen samen met Bilanovic. En dat gaat natuurlijk voor gevaar stichten. Bilanovic zal dus natuurlijk de spits zijn. En dan is dit een doelpunt. De vrije trap zagen we dan van Aman. Terwijl we het over Aman hadden, is die bal over de lijn geweest? Ja of nee? Grensrechter zegt van wel. Het is uit deze hoek heel moeilijk te zien. Al lijkt die bal er hier niet overheen geweest te zijn. Potkamp staat net in beeld. Maar hij telt wel. En zo leidt Deto dus met 0-1. Zo moeten we het zeggen. Bruns natuurlijk op het middenveld. Ik zei het al, Bilanovic zal dus de diepte in worden gestuurd. WRC weet wat het moet doen. Aanvallen, want met deze stand is WRC wederom geen topklasser. Herre Hubers werkte heel hard deze wedstrijd. Potkamp, Hubers probeert in het stadsgroepgebied te komen. En dan de bal van de Vries richting Magmunov. Gefloten voor een vrije trap. Die gaat genomen worden door Draganovic en via de muur wordt die bal veranderd. En zijn we een kwartier voor het verstrijken van de eerste officiële 90 minuten. Is de stand weer gelijk. Draganovic, de opspringende speler uit de muur. En Jarlburg, ja, daar kan hij niks aan doen. En dit kun je hem zeker niet verwijten. Vreugde bij WRC. WRC zal dan druk op de ketel moeten houden. Om deze wedstrijd naar zich toe te trekken. De vrije trap dan van Bruns. Kopbal van, hier heb je Bilanovic, ik zei het al, voorin geposteerd. Maar hij had hier nog niet het kopje er goed tegenaan. In waarop Huisman weer ver. Eerste paal. Jarlburg. En dan wil Magmunov graag een corner. Maar die wordt niet gekregen. Ze beletten dus aan het eind van de wedstrijd 1 tegen 1. Dat betekent dus dat het 1 tegen 1 is en dat we gaan verlengen. De eerste helft van de verlenging is bezig. Korte rust tussen het einde van de wedstrijd en de verlenging. Ongeveer zo'n 5 minuutjes. Dan gaat Deto hier met Bilanovic op avontuur.
Rechterkant is dan weer de ruimte bij Ter Avest. Kopbal en die gaat maar net voorlangs. En dit was de mogelijkheid voor Deto om al vroeg in die eerste fase van de verlenging de 1-2 binnen te tikken. Ja, en is dit nou een overtreding of niet? Er zit totaal helemaal niks bij. Maar dan komt er wel de vrije trap. Half weggewekt werkt door Lambrink. En dan zegt Bruns dankjewel. En dit maakt hij keurig af. Dit balletje valt gewoon plomp verloren voor de voet van Bruns. Ja, aan deze kant moet je hem geven. Ooit speelde hij bij HHC. En dit is bekend terrein voor hem. En dan is het 1-2. En de lijn staat WHC op achterstand. WHC heeft dan zeker nog een dikke 20 minuten om dit goed te gaan maken. Zes dat de Bellinga uit Groningen. Hij floot een van zijn laatste wedstrijden. Hij neemt aan het einde van dit seizoen afscheid van het fluitgebeuren in de hoofd- en topklasse. WHC dan in de tweede verlenging. Het zal alles of niets moeten gaan spelen. Het net niet scenario lijkt aan de horizon op te doemen. Vrije trap dan van Jasper van der Staal. Ook hardwerkend. Ja, eigenlijk iedereen bij WHC werkte hard. Maar het lukte dan dus niet. En deze kopbal van Eugène Webb. Die makkelijk wordt gepakt door Jarburg. Dan mag men nog maar zijn avontuur vanaf de linkerkant. Raymond de Vries. En ook dit schot, ja, gaat er niet in. Heel dichterbij is nog Niels van der Velde. Eigen jeugd ook nog ingebracht bij WHC. Ook hij kan het tijd niet keren. De corners over het algemeen niet al te best. En Sonny Bos, het is erg druk in het stadsomgebied. Ja, en is dit een overtreding? Dit is ook eigenlijk ook geen overtreding. Maar hij krijgt hem wel. Zenuw op de bank bij WHC. Draganovic, maar hij treft de lat. Zoals WHC toch dicht bij de gelijkmaker. Maar het mocht niet lukken in deze wedstrijd. Dan nog doelman Jarburg. Hij zit al aan het donkeren in Hardenberg. Milanovic, de bal goed doorgekopt dan op Ter Avest. Ter Avest ontspeelt daar de huisman. Nou, Milanovic dan, die komt er niet aan de pas. En dan dit schot, het loeiharde schot van Kevin Aman. Maar een fantastische reactie van doelman Dominique van Hoofd. Zal het dan weer fout gaan voor WHC voor de derde maal in successie? Nou, dit zou die moeten zijn. Raymond de Vries. Nee, het lukt niet voor WHC. Van der Staal was er dichtbij. WHC blijft knokken. Hier dan met de Eugène Webb. De bal voor. En zo gebeurde er heel veel in die tweede verlenging. Veel balbezit voor WHC. Veel mogelijkheden. Overtreding hier op van Miljanovic op Draganovic. Vrije trap heel snel genomen. Weer drukte in het stadsopgebied. De bal niet onder controle door de Vries. Dan is hij weer bij Huisman. En wat wist hij er onderuit gehaald. En ja, daar speelt eentje toneel. Die komt van de toneelvereniging af uit Deto. Leidt hij helemaal nergens op. Maar het gebeurt wel. Vrije trap van Draganovic dan. Zelfs doelman van Hoofd mee naar voren. Dan zitten we in de slotfase van de tweede verlenging. En dan lijkt het wederom fout te gaan. Dit leek een doelpunt. Maar deze bal knalde in het zijnet. En dan fluit de scheidsrechter Bellinga af voor het einde van de wedstrijd. Deto gaat naar de topklasse. En WHC, het zal weer opnieuw een jaar moeten gaan doen in de hoofdklasse. De deceptie is groot bij de Wezenbus en bij de supporters. Dat zal heel, heel duidelijk zijn. Deto viert het feestje. WHC spelers in ongeloof achterlaten. Adverteren duur? Doe niet zo gek! Bij Local adverteert u voor de prijs van één krantenpagina een jaar lang. Een jaar lang? Kijk op www.localcourant.nl bij adverteren. Neem contact met ons op en wij regelen het voor u. Local, dat is goed bekeken. Raymond de Vries, wat een enorme, deceptie vandaag. Ja, kun je wel zeggen. Ja, vooraf weet je wel dat het moeilijk wordt, maar ja, het is een thriller geworden. Maar we hebben gewoon moeite met die ballen voor de goal, die gaan er telkens weer in. En we waren zelf niet scherp in de afronding. Ik kreeg ook een verschrikkelijke grote kans. De keeper zat er wel heel kort op, maar op zo'n moment moet hij er gewoon in.
En dan doet de keeper ook goed. Maar... Op een gegeven moment ook de paas naar elkaar toe, dat loopt ook niet lekker. Ook heel vaak speelt met elkaar verkeerd aan. Ja, dat is misschien ook een beetje inherent aan zulke wedstrijden hoor. Dan speel je niet altijd even zuiver, de tegenstander ook niet. Dan probeer je het gewoon opportunistisch op het laatst. En dan heb je een paar keer, krijg je nog een goede kans, maar dat gaat er niet in. Ja, jullie waren een paar keer heel dichterbij. Schot van de Kaan viel de lat nog weer. Ook dat. We hebben gewoon, denk ik, de meeste kansen gehad. Ja. Maar maken ze niet meer af en dan ga je verliezen. Prima, bedankt. Ja, bedankt. Ja, ik hoef niet te zeggen hoe je je voelt. Nou, ik denk dat je dat zelf wel voor kan stellen. Ja. Dat is gewoon drie keer kut dit. Maar weer verschrikkelijk hard gewerkt. Ja, dat wel, maar... Ja. Oké. Ongelooflijk dat je het hier weggeeft. Echt ongelooflijk. Ja. Oké, ga lekker uitrusten. De feestvreugde op het veld hoort is van Dato WHC, of Dato wint met 1-2. Hier de beslissingswedstrijd richting de topklasse. WHC zal veel nieuw moeten gaan proberen in de hoofdklasse. Zaterdag kan het weer aantreden thuis tegen ACV. Daarna competitie wacht nog. Maar er zijn nog 5 hele lange wedstrijden om te gaan. WHC was er enkele malen dichtbij. Met een frommel kool op achterstand. De gelijkmaker door de Ganevis en Ruud Bruns. Hij velde het oordeel over WHC. Teleurstelling alom. Voor de 3e maal in successie geen topklasse in WHC. Dan maar de 4e maal. Maar de 6e grote is bij WHC, dat mag u van mij aannemen. Wat mij betreft, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.